Waar ben ik? Nou, hier. Bij mij. Ja, je lag gewoon in de sneeuw. En daar heb ik jou maar meegenomen. En hier neergelegd. Maar hoe heeft u mij hier dan gekregen? Heel gewoon. Ik heb je op mijn rollator gezet. Ja, zo zwaar ben je nou ook weer niet. Heb jij misschien zin in een lekker vers gebakken kerstkransje? Ja, lekker. Dat hoop ik. Ik ben Lola. Aangenaam kennis te maken. Propkop. Professor Propkop. Professioneel probleemoplosser. Zo, dat is een hele mond vol. Maar ik nam er maar één. Nee. Ik bedoel je naam. Oh. Ja. Pro. Ach, noemt u mij maar gewoon Propkop. Propkop. Ja. Leuk huisje heeft u hier. Ja, dankjewel. Maar waar woont u? Oh, ik woon momenteel nergens. Oh? Nee, ik was met een geheim experiment bezig en ineens, boem, huis ontploft. Ontploft? Ja. En nu ben ik hoe noem je dat? Een zwerver. Ah. Oh. Ja, of mag ik hier wonen? Nou, dat zou misschien... Ja? Formidabel. Nou ja, als u erop staat, dan kom ik hier graag wonen. Dank u wel. Maar wat nou als iemand u komt zoeken? Ach, wie zou mij nu moeten zoeken? Ah. Oh. Kun je niet uitkijken of zo? Hé, pardon? Ben jij nu de kerstman? Jazeker. Zou ik jou wat mogen vragen? Ja, doe maar. Ik ben op zoek naar professor Propkop. Ik heb namelijk een heel groot probleem. Propkop? Nee, nog nooit van gehoord. Maar succes met zoeken, hè? Waar zou die nou kunnen zijn? Dag, bent u nieuw? Nieuw? Nou, ik loop wel aardig wat jaartjes mee, hoor. Kijk. Oh, dan komt u toch verder. Ik ga u aan de andere voorstellen. Aan de andere? Ja, kom. Okay. Kom maar. Komt u maar, hoor. Deze kant op. Ja. Ja. Hallo, Eva! Stella! We waren net zo lekker bezig. Ja, dat begrijp ik best. Maar we hebben hier nu een nieuw lid.
Dit is meneer. Propkop, professor Propkop, professioneel probleemoplosser. Waarmee kan ik jullie helpen? U komt ons kerstkwartet versterken. Dag! Oh, het is zo fijn dat u nog even de laatste repetities mee kunt doen, hè? Dit is het boekje met de liederen. Achterin, daar staat Jingle Bells. En daar beginnen we mee. Ja? Ja? Dancing through the snow in a one horse open sleigh. Over the fields we go, a loving all the way. Above all the world. Professor Propkop, professioneel probleemoplosser. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. U bent een groot talent. Ja, weet je dat nou? Ja. Ik bedoel, ja, natuurlijk, ja. Professor? Wie riep mij? De kerstman. De kerstman, ja, tuurlijk, de kerstman. De kerstman? Wat heeft dit te betekenen? Nou, Propkop, ik heb dringend uw hulp nodig. Geen sprake van! Meneer Propkop, die versterkt ons kerstkwartet. Oh ja? Ja. Werkelijk? Ja, toch? Ja, waarom loopt u anders in zulke kleren? Zulke kleren, maar mevrouw, ik draag altijd dit soort kleren. Ik was gewoon onderweg naar de supermarkt en ineens trok u me mee naar binnen. En wie bent u dan wel? De kerstman. Bah. Ik denk dat hij nog wel eens gelijk kan hebben, hoor. Ach, man, wel niet. Au! Mens, niet zo hard. U bent echt de kerstman. Oh, excuses. Hoe kan ik het goed maken? Nou, het zit zo, ik zou eigenlijk wel gebruik willen maken van de faciliteiten van meneer Propkop. Nee, Neemt u hem gerust mee dan maar. Ik bel nog wel een beetje rond dan. Gaat u mee, professor? Waarom ook niet. Dag mevrouw... Hanna. Dag mevrouw Hanna, tot ziens. Ja, of niet? Nee, of niet. Ja. Nou, waar waren we gebleven? We wish you a Merry Christmas. Nee, we waren bij Jingle Bells. Oh, volgens mij zijn wij aan de pauze toe. Zo, ik ben blij dat ik u gevonden heb. Ik heb een probleem, ziet u? Ja. Het elfenstof is op. Nou, dat is helemaal mooi. Kom ik u om hulp vragen, gaat u mij lopen uitlachen? Ja, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo in zijn rol blijft zitten. Rol? Wat bedoelt u? Wat ik bedoel? Nou, dat u helemaal als kerstman verkleed naar mij toe komt, terwijl ik een kerstkwartet in nood aan het helpen was. En dan komt u als kerstman binnen van, ik heb een probleem. Ja, tuurlijk. Ik zou zeggen, stop maar gewoon met die act, hoor. Act? Ja. Act? Hoe durft u te beweren dat dit een act is? Ik ben de echte kerstman, dat kun je toch zien? En trouwens, die koorleidster van jullie, die trok toch keihard aan mijn baard. Ja, maar dat is een vrouw. Vrouwen zijn toch helemaal niet sterk? Nee, laat mij dat maar doen, kijk. Nou ben ik er klaar mee. Waarom gelooft er toch niemand in de kerstman? Wel tuigen ze een boom op met alles wat ze maar kunnen vinden. Ze versieren het huis met allemaal toeters en bellen. Ze slaan eten in voor een weeshuis. En dat maar voor 2 dagen. Maar in de kerstman geloven? Ho, ho, ho maar. Maar als u mij niet gelooft, professor, dan denk ik niet dat er iemand mij zou kunnen helpen. Maar u bent echt de kerstman.
Gaat u maar zitten, meneer. Dit had ik niet moeten doen. Dit had ik niet moeten doen. Wat niet? Nou kijk, er is nog maar een klein beetje elfenstof. Want er heeft een flinke storm gewoed op de Noordpool. En al het elfenstof is weggevlogen. Alleen zonder elfenstof kunnen mijn elfen niks. En nu heb ik het laatste beetje elfenstof gebruikt om bij u te komen. Want u bent toch een professioneel probleemoplosser, inderdaad. Maar ik kan geen elfenstof maken. Dat hoeft ook niet. Er is namelijk nog een magische elfenstofbloem. En zou jij die voor mij willen gaan halen? Of ik die voor u wil halen? Maar natuurlijk, meneer de Kerstman. Ik ga er direct naartoe. Professor. Ja? Komt u eens hier? Zou het misschien ook handig zijn om te weten waar die bloem precies staat? Oh ja, dat is misschien wel een goed idee. Komt u maar even zitten. Ik zal je vertellen waar het elfenstof ligt. Ja. Robkop. Formidabel. Het is gelukt. Het is magie. Magie, zeg ik je. Zit ik nou weer mezelf te praten? Nou ja, dat zou wel een bijwerking zijn. Even kijken waar ik moet zijn. Twee stappen naar voren, drie stappen naar links, twee stappen naar voren en vier stappen naar rechts. Zou het echt zo makkelijk zijn? Nou, ja, dan gaan we er maar. Moet het hier zijn? Nee, hier klopt iets niet. Dit kan niet waar zijn. Het kan niet zo makkelijk zijn dat... Formidabel. Het kan dus wel waar zijn. De magische elfenstofbloem. Oké, wat moest ik nou doen? 1, 2, 3. Oh, ik ben er. Het is gelukt. Kerstman? Dat was lekker. Kerstman? Ja, sorry, ik ben ook maar een mens. Oh. Is het gelukt? Ja, reken maar van yes. Moet eens kijken. Oh, op naar je laboratorium. Het laboratorium? Ja, die had je toch altijd? Ja, die had ik inderdaad, maar er is een experiment van mij verkeerd gegaan. Wat overigens niet mijn schuld is, maar daardoor is mijn huis ontploft. Dus je hebt... Nu geen huis en geen laboratorium. Nee, ja, nou kijk, ik woon nu bij Lola en... Lola? Maar natuurlijk, Lola. Misschien kunnen we daar een mini-laboratorium gaan bouwen. Ja. Dus, dan kan ik Lola voorstellen aan de kerstman. Wat zal ze stilvallen? Gaat u mee? Ja, als jij het zegt dan. Ja, dan gaan we toch. Op naar Lola. Ja, dat gaan we doen. Hallo. Je bent terug. Ja, inderdaad. En ik heb een vriend meegenomen. Oh. Ho, ho, ho. Maar dat is de kerstman. Komt u maar mee naar binnen. Ja, is goed. Hoe is het zo schrikken om? Nou. Oh. Ja, dan hè. Denk ik dat we hier maar een laboratorium moeten bouwen. Ja, ik vind het een goed idee. Oké. Okay. Oh. Nou, ik zou zeggen, laten we beginnen. Ja. Hallo.
Hier moet het mee te doen zijn. Dat dacht ik ook. Robcop. Zo. Huh? En dan nu het moment moment. We kunnen beginnen. Weet je zeker dat je klaar bent? Je hebt al eens eerder een woning opgeblazen. Zeg, gaan we flauw doen? Nee. Oké, let op. Ja, ik let op. Oh. Formidabel, het werkt! Het is gelukt. Je hebt jezelf overtroffen. Je bent een genie. Oh, Lola. Ga je mee naar binnen? Ik heb toch wel zoiets raars gezien. Jij was hier met de kerstman. En het leuke al waren jullie de beste vrienden. Wij? De beste vrienden? Ja, dat kan best wel eens kloppen. Wij de beste vrienden. Oh. Lola, kom snel, er zijn cadeautjes. Beste Proefkop, nogmaals bedankt voor het redden van het kerstfeest. Ik en mijn elfen zijn je heel erg dankbaar. Je mag altijd langskomen als je wilt, maar niet te vaak natuurlijk, anders lopen we achter op schema. Fijne kerst, groeten de kerstman. Formidabel! Oh, dit wordt de beste kerst ooit!